Goedemiddag, broeder. Ik ben Emily. Emily Wijnhuis. Ik moest me hier aanmelden. Ah, goedemiddag, mevrouw Wijnhuis. Wacht eens even kijken in mijn boek. Wijnhuis, Emily. Ja, dat klopt. Eens even kijken zo wanneer dat uw proces gaat beginnen. Ja, in welke zaal hier? Ja. Een proces? Natuurlijk, mevrouw Wijnhuis. Als je bij mij moet langskomen, dat is hier te zien, hè. Waar dat jij gaat naartoe gestuurd worden? Nou, de hemel. Of misschien wel de hel. Wil jij drinken in de hemel? Water of melk? Geef mij dan nog een helze, hè. De vierde zonde. Ik dacht het al. Dat scoort al behoorlijk hoog, hè, mevrouw Wijnhuis. Dat ziet er niet zo goed uit, nee. Maar vooraleer we aan uw proces gaan beginnen, ja, dient het de getuige in een nog een ander proces. Even geduld. Ja, Sint Pieter. Broeder, breng mevrouw Wijnhuis ook een keer naar ons plaats, wilt je? Ja, Sint Pieter. Mevrouw Wijnhuis, u mag daar plaatsnemen. Dank u. En wenst u iets te drinken, mevrouw Wijnhuis? Dat gaat even precies toch nog plezant worden. Geef mama een groot glas rode wijn. Het spijt me, mevrouw Wijnhuis. We hebben alleen water of melk. En Miss Wijn? Pastoors drinken toch ook altijd wijn in de mis? Dus dan moet je alleen te hoek hebben? Ja, maar dat is pas voor in uw zevende nemel, mevrouw Wijnhuis. Hier zitten we in de eerste nemel. De plaats waar alle zondaars beoordeeld worden. Amai, dat valt ik tegen. Allee ja, geef me dan maar een groot glas boter, ja. Oké, mevrouw Wijnhuis. Hi, aangename kennismaking. Ook een goeie dag. Ja, alsjeblieft. En voor mevrouw Wijnhuis, water? Ja, ja. Ik weet niet anders, maar ja. En meneer de Seil, wat u graag had?